Welkom bij CEO in Agribusiness, waarbij we op zoek gaan naar de mens achter de CEO. En vandaag zit bij mij aan tafel Marcel Roordink. Hij is directeur CEO van ABZ Diervoeding. Marcel Roordink, van harte welkom. Wie is Marcel Roordink? Ja, dankjewel. Marcel Roordink is getrouwd, 5 kinderen, geboren en getogen in Putten. Zoon van een melkveehouder en werkzaam als algemeen directeur bij ABZ Diervoeding. Dus u komt uit de agribusiness eigenlijk? Ja, dat kun je wel stellen. En zeker in Putten waar ik opgegroeid ben, daar groei je op midden tussen de varkenshouders, de kalverhouders, de pluimveehouders en de rundveehouders. Dus alle takken van sport zitten in mijn jeugd verweven. Maar goed, dat zijn dierhouders eigenlijk. Ja. Dan ga je naar de diervoeding. Dat lijkt me toch best een stap tot nog. Ja en nee. Op de meeste veehouderijbedrijven is het zo dat de voeding een belangrijke rol speelt. En is het ook zo dat de voeradviseur vaak ook wel een van de belangrijkste adviseurs is van de veehouder. Vaak ook vertrouwenspersoon. En dat was dus 20, 30 jaar terug in mijn opvoeding zo. En maakt ook indruk. Hè? Dus die vertegenwoordiger zit aan de keukentafel en voert hele gesprekken met je ouders over de ontwikkeling van het bedrijf en over de dieren. En misschien is dat ook wel een van de dingen die mij destijds intrigeerde. En waarvan ik dacht van ja, die kant wil ik ook op. En hoe heeft u daar dan invulling aan gegeven? Onder andere door je keuze in je studies uiteraard. Ik heb gestudeerd aan de Hooglandbyschool in Dronten. Heb toen ook een stage gelopen bij een mengvoederbedrijf destijds. En was aan het eind van de Hooglandbyschool ook een beetje voorbestemd om zo'n rol te gaan vervullen. Heb dat uiteindelijk niet gedaan, maar ben doorgestroomd naar de Universiteit in Wageningen. En vanaf de Universiteit in Wageningen ben ik bij een van de voorlopers van ABZ Diervoeding gaan werken. Ja, en uiteindelijk directeur geworden dan. Was dat makkelijk? Was dat makkelijk? Nou ja, het kwam op mijn pad, zou ik bijna zeggen. Ik werkte een jaar of 4 bij dat bedrijf, hè, wat toen Arkevaard heette. Pakte allerlei zaken op. Vond ik leuk, vond ik interessant. Merkte dat ik af en toe wat bagage miste. Heb toen gevraagd of ik weer een opleiding kon gaan doen. Wat voor bagage mis je dan? Nou, je merkt dat je heel technisch opgeleid bent. Maar als je meer richting de managementkant gaat, merk je dat je ook daar toch dat niet alleen wil doen vanuit je gevoel. Maar ook een stukje theorie, een stukje basis achter wil hebben. En toen ben ik dus weer gaan studeren op Nijenrode, naast mijn werk. Ja, dus een gestudeerde Nijenrode, hoe zeg je dat eigenlijk? Nijenrodenaar? Nijenrodiaan. Nijenrodiaan. Ja, ja, maar ook wel Wageningen, hè? Dus ik heb beide in me. Ja, ja. En dat neem je dan alle 2 mee naar ABZ? Ja, en ik denk dat het ook wel past bij de schaal van ons bedrijf, waarbij je als leidinggevende zowel verstand hebt van de business, van het managen van een bedrijf, van aansturen van een bedrijf, maar ook nog een heel stuk op de inhoud kunt zitten. Omdat je toch wel heel dicht bij je boeren en je vak wil blijven staan. Ja. Bent u ambitieus? Ik ben wel resultaatgericht. Kijk, ja, wat voor resultaat moeten we dan aan denken? Nou, met name het resultaat van onze boeren en van de onderneming. Ja, ja. En ik vind daarin mijn eigen ambitie een tweede, zeg maar. Ik vind vooral het resultaat wat je samen bereikt, vind ik veel belangrijker. En waar zit hem dat dan in, dat dat resultaat goed is? Waarin moet je rekening houden met de boeren bijvoorbeeld? Nou, het is mooi natuurlijk dat je boeren op hun bedrijf goed presteren. Technisch resultaat en daaruit volgt ook financieel resultaat. En wat kan ABZ daarin betekenen dan? Wij verzorgen de voeding van de dieren. We voorzien daarin de boeren van advies, hè, hoe dat voer in te zetten. En daarin nemen we ook een heel stuk management mee. We verzamelen kengetallen en we benchmarken of hoe onze boeren doen ten opzichte van de benchmark. Ja. Hebt u veel contact met de boeren ook? Ja, maar het bedrijf is gegroeid. Het wordt wel minder en dat vind ik ook wel jammer. Ja, ja. Ja. Want het groeit nog steeds, hè? Net nog een overname, Gijs overgenomen. Ja. Of is het een samenwerking? Ik zag op de website zag ik het alle 2 staan. Overname en samenwerking. Nou ja, dat klopt, want het is ook een beetje alle 2. Wij zijn in gesprek geraakt met de Erik Reefuijs, de directeur van Gijs, voor de zomer. Waarbij Erik zei van, joh, ik heb een aantal mooie innovatieve concepten ontwikkeld. En ik zoek eigenlijk een strategische partner om dat verder uit te ontwikkelen en dat breder uit te kunnen rollen. Een partij die wat meer schaal heeft. En wij zagen dat daarin een strategische fit zat. Uiteindelijk kom je dan in die gesprekken, en je moet je voorstellen dat gaat ook niet in één gesprek. Uiteindelijk kom je in die gesprekken tot de conclusie dat als je die samenwerking goed wil borgen, dat uiteindelijk daarin een overname van de activiteiten de meest logische is. Maar we willen dat samenwerken wel benadrukken, omdat we echt het gezocht hebben naar het beste van twee werelden. Ja, dus het is eigenlijk een overname, maar met een doel tot samenwerking. Ja. Dat is eigenlijk hoe je het ziet. U zegt zelf 1 + 1 = 3, maar eigenlijk is 1 + 1 een nog grotere 1 geworden. Nou ja, voor ons is 1 + 1 = 3, omdat we zien dat we de kracht van ABZ Diervoeding en de positionering van ABZ Diervoeding en de varkens kunnen combineren met name het innovatieve karakter van Gijs. En daardoor zowel voor de klanten van Gijs als voor de klanten van ABZ Diervoeding daar een dikke plus in zit. Ja. Tot slot, we blijven daar nog heel eventjes bij, want ik las, nou, de 70 à 80 diervoederbedrijven zijn er. Een heel competitieve markt ook, hè. Consolideert ook sterk, maar jullie rekenen jezelf tot de top 10. Ga je nog verder met overnames? Of wil je op den duur zelf overgenomen worden? Kan natuurlijk ook nog. Ja, nou wat voor ons belangrijk is wij zeggen goed is belangrijker dan groot. Hè, onze payoff is ook het beste dichtbij. Dus we willen heel graag het beste zijn. Het beste zijn in diervoeding voor Nederlandse veehouders. Ja, maar dat wil iedereen toch? En in die zin is het ook een beperking. Hè? Dus wij beperken ons tot Nederlandse veehouders en we willen het beste zijn. Maar niet per se de grootste. Alleen je hebt soms wel een bepaalde schaal nodig om iets goed te kunnen doen. En ik denk dat de consolidatie doorgaat in de markt en dat we daar ook een rol in willen spelen. Waar zit uw persoonlijke passie nu nog? Die zit in de transitie waar de Nederlandse veehouderij voor staat. Om daar met ons bedrijf weer sturing aan te kunnen geven met de mensen om ons heen. En met die transitie bedoelt u wat Schouten wil? Dat er meer lokale productie moet komen? Dat het daar vandaan moet komen? Ja, kijk, de uitdaging is dat in elk decennia moet de Nederlandse veehouderij het doen in de tijdsgeest van waar we in leven. En ooit hebben we heel erg ingezet op vooral het vergroten van de voedselproductie. En nu leggen we veel meer accenten naar regionaal, duurzaam, circulair. En ik denk dat we in Nederland daar sterk in zijn. En ik denk dat de politiek ook begrijpt dat het goed is dat wij voor de driehoek Londen, Parijs, Berlijn, hè, waar een heel stedelijk gebied, wel nog steeds een heel groot deel zelf de eigen voedselproductie in eigen hand houden. Ja, en is het haalbaar? Ja, dat is haalbaar. Maar wel binnen randvoorwaarden, daar moet je wel met elkaar over gesprek. En wat voor randvoorwaarden hebben we het dan over? Dat je dus met name goed om moet gaan met je bronnen. Hè? Dus waar haal je de grondstoffen vandaan? Benut je die goed? Als je concentraties dieren hebt, hoe doe je dat naar de omgeving toe? En daar liggen wel vraagstukken, ja. En daar gaat u zich mee bemoeien? Ja, en begrijp onze mensen zo natuurlijk. Hè? Ja, we doen het gelukkig niet alleen. Ja. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.